Welkom bij Tai Chi Well, Qigong en Tai Chi, gratis online cursus. En vandaag wil ik met jullie de mild doornemen. Ik heb twee oefeningen voor de mild. En voordat ik ga beginnen, wou ik nog even kwijt dat beter dan een online cursus altijd een echt vlees en bloed docent is. Dus als je Qigong echt aangrijpt, je bent geïnteresseerd, je staat in vuur en vlam, neem dan de moeite om een goede docent te vinden. En kijk eens op mijn website, misschien geef ik les in jouw buurt, op taichiwell.nl. Oké, en ook wou ik delen dat ik een boek heb geschreven. Als je mij drie mailadressen stuurt van eventueel geïnteresseerden, dan stuur ik jou gratis boek op. En mijn e-mailadres is mail.taichiwell@gmail.com. Oké, dan gaan we nu de Qigong oefeningen doornemen. En we beginnen zoals meestal met een visualisatie en daarna doen we een beweging. En eerst zoeken we de mild op met onze hand. Die zit aan mijn linkerkant. En als we dat doen, maken we even contact met de mild. Voel gewoon de warmte, lichaamswarmte. En visualiseer hoe een mild eruit ziet. De grootte van een vuist ongeveer. Misschien kun je zelfs het gewicht van de mild voelen. En nu ademen we drie keer heel diep uit. En terwijl we dat doen, visualiseren we dat we zelfonzekerheid uitademen via het lichaam, via de benen, voeten, naar het centrum van de aarde waar het gebruikt wordt als compost. Nogmaals, we ademen drie maal heel diep uit en we visualiseren dat uit de mild toxische stoffen, oude emotie, onzekerheid, via ons lichaam verlaat naar het centrum van de aarde. Dus adem uit, onzekerheid. Heel goed. Dit doe je drie keer en het kan geen kwaad om 9, 18 keer te doen, zo vaak als je wilt. Dan ademen we in, via onze neus ademen we in zelfvertrouwen. En je visualiseert dat energie in de mild komt via je neus, de energie van zelfvertrouwen. Drie keer, zelfvertrouwen. Dit kun je 3, 9 of 18 keer doen, wat je wilt. En belangrijk is ook dat terwijl je zo staat met je hand op de mild, dat je een postuur hebt van de basishouding. Dat betekent dat je door je knieën gezakt bent, dat de onderrug ontspannen is en hoofd rechtop met ontspannen armen. En dan met de ontspannen arm, hand op de mild. En als het je lukt, kun je het ook combineren. Dus adem in zelfvertrouwen, adem uit onzekerheid. Adem in zelfvertrouwen, adem uit onzekerheid. Oké, hartstikke goed. Gaan we door naar de volgende beweging. Ik laat eerst de beweging zien en daarna een stukje
je aandacht voor de ademhaling. De beweging is als volgt. De beweging is niet moeilijk. Het gaat ook meer om de intentie. Daar bedoel ik mee. Je hebt een basishouding. Knieën van het slot. Onderrug ontspannen. Je hebt de intentie alsof je op een stoel gaat zitten. Hoofd is rechtop. En terwijl je hand omhoog komt, kom je fysiek ietsje lager. Je blijft ontspannen in de grond. Eenmaal hand omhoog. Ga nog een keertje goed zitten. Maak een zitbeweging. En open je flank van binnenuit. En dan kom je weer terug. En ontspannen. Nou, goed zitten. En til je hand niet op vanaf je schouder. Maar vanaf de grond. Stretch je flank, je linkerflank. De mild krijgt ruimte en wordt een beetje tegen andere organen aangedrukt. En dan ontspan je weer. Ga mee met de zwaartekracht. Doe zo min mogelijk. Goed. En dat kun je 9 keer doen. Dan is er nog een speciale ademhaling die erbij hoort. Je ademt in 6 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan als je gaat stretchen, tel je 3. 1, 2, 3. En dan adem je uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hou je adem 3 tellen vast. 1, 2, 3. Adem 6 tellen in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hou de adem 3 tellen vast terwijl je stretcht. Stretch je flank vanuit de grond. 1, 2, 3. Laat los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hou je adem 3 tellen vast. 1, 2, 3. Adem 6 tellen in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tel tot 3. 1, 2, 3. En adem weer uit. Oké. Dank jullie wel. En check mijn website voor workshops en retretes op www.touchywell.nl. Namaste.